Monique Verrossum, auteur van het kinderboek Zilveren Maan ontdekt oerschatten in de Maashorst, komt boeken brengen bij de TIG. Zilveren Maan. Zilveren Maan is de bijnaam van Annabel. Zilveren Maan en het vlinderven. Annabel, roept haar vader onderaan de trap. Opschieten nu, we gaan. Ik kom al, roept Annabel terug. En inderdaad, daar rolt ze bijna de trap af. Met een hele zware tas, die haar net niet laat vallen. Zo, nog even naar oma, zegt haar moeder in de auto. En dan op naar de Brabantse Maashorst. Bij oma halen ze een dikke slaapzak op. Slapen in een tent kan 's nachts heel koud zijn. Oma knuffelt Annabel zo hard alsof ze haar jaren niet meer zal zien. Heel veel plezier daar, Zilveren Maan van me, fluistert ze in haar oranje krullen. Geef je ogen maar goed de kost. Ik wil alles horen als je weer terug bent straks. Oma, u drukt me bijna dood, hecht Zilveren Maan. We zijn maar 3 weken op vakantie, hoor. Geniet maar van rust, maar, knipoogt haar vader. Kom, we gaan. Dag Monique. Je bent auteur van 2 boeken en je nieuwste boek is onlangs uitgegeven en is te koop bij de TIG in Ravenstein, bij de Coop in Ravenstein en bij de Plus in Herpen. Onder andere op nog meer plaatsen natuurlijk. Hoe heet je nieuwste boek? Het heet Zilveren Maan ontdekt oerschatten in de Maashorst. En het gaat over Annabel. Zilveren Maan is haar bijnaam, die heeft ze van haar oma gekregen in deel 1. Dit is deel 1. En dat kwam omdat Annabel die werd gevolgd door een vlinder, dus deze vlinder. En deze oranje met zilveren stippetjes en Annabel heeft oranje haren en sproeten. En oma zei, ja, dat komt denk ik omdat je op die vlinder lijkt en die wil jou iets vertellen. En toen zijn ze op avontuur gegaan om erachter te komen wat die vlinder nou wilde vertellen. En die wilde vertellen dat je in een gebied leefde wat steeds droger werd en waardoor hij steeds minder plantjes kon vinden om zijn rupsen op te leggen, te laten eten enzovoort. Dus die wilde graag hulp van Zilveren Maan en van oma. En dat was boek nummer 1. En toen dacht je, nou ga ik nog een nieuw boek schrijven en dat is dan geworden Zilveren Maan en de oerschatten in de Maashorst. Ja, dat klopt. Ja. Het eerste boek speelde ook af in de Maashorst en de tweede dus ook? Nee, dit ene is meer algemeen, dus daar kun je van alles bij bedenken waar het is. En toen dacht ik, ja, dan moet er wel... Ik had weer verhalen in mijn hoofd voor het vervolg en ik denk, ja, dat past zo mooi in de Maashorst. Dus ja, en ik ken de Maashorst goed, want ik fiets en wandel daar veel. En dacht, ja, dat moet echt voor de Maashorst worden. En hoe kom je daarbij om een boek te schrijven? Ja, dat is iets wat ik eigenlijk al heel lang wil en ik werk zelf in natuurherstel en zo. En ja, dan merk je ook wel dat niet lang bij iedereen leeft en zo en ook niet in de politiek. En ja, en kinderen zijn nog heel open en denk ik als je bij de basis begint, dan misschien als je daar nog dat bij kunt brengen van ja, dat natuur belangrijk is, ook voor de mensen, hè, dat we niet zonder ook die natuur kunnen, dan ligt daar misschien een basis voor als ze volwassen zijn. Dus, ja, dat is een beetje idealistisch. Dus daarom heb je bedacht om het voor kinderen te doen? Ja, voor kinderen en wat ik kinderen ook gewoon leuk vind. Maar, ja. En hoe oud zijn de kinderen die de boeken kunnen lezen? Het is voor 6 tot 10 jaar geschreven. 6 tot 10 jaar. En hoe weet je dan dat een boek voor 6 tot 10-jarigen is? Ja, een beetje zelfinleving, maar ook omdat ik al in de omgeving mensen ook heb die met kinderen werken en, of kinderen hebben. En ja, dat dan een beetje zo in kunnen schatten. En, ook hebben laten lezen van, ja, is het een beetje, klopt dat, die inschatting? Ja. Dus ja, zo heb ik dat... En hoe krijg je dan een boek uitgegeven? Ja, ik doe het in eigen beheer. Want ik had hiervoor wel eens een keer een verhaal geschreven en naar wat uitgevers gestuurd. Maar dan kreeg ik terug van, ja, leuk, maar het past niet in ons fonds. En wat ik ook vaak hoor is als je een boek via een uitgever uitgeeft, dat je er van alles aan moet veranderen. En toen dacht ik, ja, ik wil het echt niet al te veel aan veranderen. Ik bedoel, best wel wat, maar niet dat mijn hele idee erachter dat ik dat in moet leveren. Ja. Dus ik denk, nou ja, dan ga ik het in eigen beheer doen, want dat kon ook sinds die tijd, in die tijd kon dat ook. Is dat niet heel duur? Ja, best wel. En ja, zeker deel 1, daar heb ik de kosten ook nog niet eens uit.
En deel 2 ook nog niet. Maar deel 2, daar heb ik het geluk dat Stichting Maasels en Uitvoering, die wilde het wel voor een deel subsidiëren, de kosten. Die stichting bestaat niet meer sinds we gemeente Maasels hebben, sinds 1 januari. Bestaat die niet meer sinds je gemeente Maasels hebt? Ja, sinds 1 januari zijn ze opgegeven, maar dat is geïntegreerd in de gemeente. Dus oh, dat is overgenomen eigenlijk door de gemeente. Dus er bestaat dus nog wel zoiets, alleen dat is geen stichting meer. Ja. Maar die wilde het dus subsidiëren, want voordat je zo'n boek af hebt, dat was wel anderhalf jaar geloof ik geleden dat ik daar hun over benaderde. En dan duurde het allemaal heel lang en dan moest ik wel aan bepaalde eisen voldoen. En het moest allemaal wat stoer en passen bij de Maashoors, dus dan moet je weer... Dus vandaar misschien die oerdieren en oerschatten. Ja, ja, het moest echt bij die, dat wat ze uit willen stralen met de Maashoors, dat oergebied en die oerrunderen en zo, en dat moest er allemaal... wel goed inzitten. Ja. En ja, dat past goed bij oerschatten, dus dat... En jij zei net dat je iets daar ook doet als vrijwilliger of werk je daar? Nee, ik kon echt betaald werk. Al 30 jaar werk ik meestal voor de overheid als ecoloog en als projectleider voor natuur- en stijlprojecten. Oh ja, dus je hebt er ook echt verstand van als ecoloog zijnde. Ja, dat hoop ik. Ja, dat ga ik wel vanuit. Maar je hebt ecologen. Er zijn ecologen die kunnen heel goed soorten herkennen en onthouden. En die weten daar van alles over of bepaalde specialismes. Dat heb ik niet. Ik ben meer zo'n, wat ze dan noemen, systeem-ecoloog. Dus ik zie meer de verbanden tussen alles. En wat het zegt als bepaalde plantjes, als het daar niet meer goed mee gaat. En wat het dan zegt over waterkwaliteit bijvoorbeeld of luchtverontreiniging. En wat je dan daaraan zou kunnen doen. En dat heb je dan zo een beetje tussen de regels door in de boeken verwerkt? Ja. En daarnaast probeer ik eigenlijk ook een stukje persoonlijke ontwikkeling van Annabel erin te verwerken. Want het is dan, ze werd dan gepest vanwege haar oranje haar en sproeten en hoe ze daar zich in ontwikkelt. Dus dat ze daar steeds sterker in wordt om daarmee om te gaan, dat zit ook in verwerkt. En hoe je dan de natuur er eigenlijk voor kunt gebruiken om jezelf te leren kennen en daarin te groeien. Dus dat zit er ook in verweven eigenlijk. Ja. En ook wat cultuurdingen, zoals de symboliek van dieren, wat in iedere natuur of iedere cultuur gebruikt werd, vooral vroeger. Ja. En wat we toch vaak nog steeds herkennen ook wel. Zijn er heel veel spreekwoorden nog natuurlijk over zo sterk zijn als een beer of zo dom als een ezel, dat soort dingen. Ja. En Zilvermaan is dan de naam van die vlindersoort, hè, waar ze dan op lijkt van de uiterlijk. Van de symboliek van de vlinder, van de ontwikkeling en dat soort dingen, dat zit er ook in. En ik zag dat er heel veel illustraties in zitten. Ja. En dat allebei je boeken door een andere illustrator getekend zijn. Klopt. Annie Meus heeft uit Herpen heeft dit gemaakt. En ik vind het zelf steeds heel mooi. Ja. Maar helaas heeft Annie een tijdje terug een nogal erg ongeluk gehad. En ja, dat konden ze niet, daar was ze nog niet zo goed van hersteld om de tekeningen voor deel 2 te maken, helaas. Dus want dat had ik wel heel graag gewild. Dus toen heb ik een andere illustrator moeten zoeken. En dat is op zich wel gelukt. Maar, ook mooi. Ja, ook mooi. Alleen en anders. Hoor ik jou nou tussen de regels ook zeggen van dat je best wel weer boek nummer 3 zou willen schrijven? Ja, ik wil best verhalen schrijven, maar ik merk wel dat de uitgeven, dat is toch wel een vak op zich. En dat is toch wel heel veel werk er nog omheen. En dat moet dan allemaal in mijn vrije tijd. En dat is dan best wel een hoop werk, plus de investeringen. Ik bedoel, dat kost dan ook best wel qua geld. Dat kost dan ook wel het een en ander. En misschien dat ik het op een andere manier ga doen. Maar ik had er al heel ambitieus bij deel 1 op gezet. Dus ik vond dat in de bibliotheek straks mensen nog een 2 naast moesten. En het is natuurlijk nog leuk als er nog een 3 komt. Maar dan moet ik even zien. Eerst maar eens dit. En verhalen schrijven gaat, moet ik zeggen, behoorlijk snel. En natuurlijk dat hele redactionele, dat kost allemaal tijd. Maar daar is het werk helemaal niet. Het is meer alles eromheen. En met die illustraties en alles, dat moet goed zijn. En het ontwerpen heb ik ook zelf gedaan. En vind ik wel leuk om te doen, maar dat doe ik niet iedere dag. Dus dan moet je ook weer even inkomen. En een centenvraag. Verkoopt het ook goed? Het ligt wel in heel veel winkels, maar het is nog niet zo dat je zegt van goh, dat is nou, het gaat echt heel vlot of zo. Het ligt ook in het natuurcentrum Maasels bijvoorbeeld en sinds gisteren ook bij TIU, dus het toeristisch informatiecentrum Uden.
Maar waar ik tegenaan liep was toen het net gedrukt was, toen kwam de lockdown in december. Dus toen kon ik niet meer bij de boekwinkels. Dat had geen nut. Want er waren dicht. Ik had het gelukkig wel bij de Reachop in Schaik liggen. Maar ja, daar mochten mensen eigenlijk ook niet meer in voor boeken. Dus toen ben ik de supermarkten afgegaan om of zij het wilde verkopen. Dus verschillende die mochten dat of konden dat en die wilden dat ook doen. Ja. Dus er ligt bijvoorbeeld ook een Hees bij de Jumbo en bij de Albert Heijn Schaik. En toch en ook bij de Rijks, hè? En bij de Rijks nu sinds een week. Ja, okay. Ja, want toen die lockdown werd opgegeven, zo ben ik langzaam dat soort winkels en centra allemaal weer langzaam. Want hier kon ik natuurlijk ook niet rijden, dus dat heb ik ook pas 2 of 3 weken geleden een keer gevraagd en zo. Nou, ik hoop dat hij binnenkort echt als een trein gaat lopen en dat heel veel kinderen het lezen en de boodschap erachter begrijpen. En dat dan ook weer doorgeven aan hun ouders, denk ik. Hè? Ja. Let een beetje op de natuur en... Het is trouwens ook door een aantal scholen al wel gekocht en door kinderdagverblijven ook in de omgeving, dus op de regenboog in Schaik en zo. Ja. Dus in die zin kunnen kinderen het ook al lezen en het komt straks ook wel in de bibliotheken, hoop ik, dat ze dat willen hebben. Ja. Alleen daar wacht je natuurlijk altijd even mee, eerst proberen het een beetje te verkopen. Ja. Dus, maar als het goed is, dan wordt het straks daar ook beschikbaar. Dus, Okay. Nou, heel veel succes en misschien toch nog tot een volgend boek. Ja. Ik hoop het. Ja, oké, bedankt in ieder geval dat dit kon.